Hallo mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van mijn filmpjes. Ik ga jullie vandaag laten zien hoe je een map installeert die je gedownload hebt en hoe je die map dan speelt. Als je Windows 7 hebt, dat laat ik nu even zien. Typ je hierin een procenttekentje. APPDATA. Staat er procent appdata. Klik je nog een procentteken in, druk je op enter. Hier staat Minecraft. En hier staat saves. Klik je dan op. Kijken. Nou, dan pak je de map die je gedownload hebt. Even kijken waar die staat. Oké, hier heb ik de map. Nou, die schuif je er dan zo in. Up. En dan moet je goed uitkijken, dat deed ik dus net. Dat je hem niet in een mapje doet, maar hier iets boven. Want anders komt hij in een mapje te staan en dat heeft niet echt veel zin. Dan doet hij niet. Oké, nu klik je op Minecraft. Enter game. En als hij het goed is, moet hij erbij staan. Hier staat hij. Dit is de zombie map van Disco, dat heet de makers, heet de Disco. Kijk, de map wordt helemaal met redstone bestuurd. Ik heb geen idee hoe het werkt, maar het lijkt me nog heel veel werk om te maken. Disco is een van de bekendste mapmakers. Ik ga jullie vandaag laten zien hoe dit werkt. Nou, je moet een boog pakken en arrows. Kijk hoor, wat deze verschillende bogen zijn. Power Infinity, allemaal. Oké. Het doel van een map is, er komen hier zombies te lopen. Die lopen hierheen. Die mogen hier niet invallen, want als er heel veel invallen, dan ontploft dit hele gebouw. Ja, dat was het eigenlijk. Laten we deze map gaan spelen. Eerst gaan we hem aanzetten. Dat zie je als dit ding brandt. En dan druk je hierop, die knop. Force wave. Oké. Als er heel veel zombies aankomen, klik dan op de middelste. Wat er dan gebeurt, er komt een TNT blokje. En die schiet weg. Ik heb geen idee hoe die zo automatisch kan schieten en waarom die nooit eigenlijk opraakt. Hey. Nieuwe way. Je moet zo snel mogelijk. Ja, eigenlijk moet je ze dood krijgen. Want anders ga je zelf dood. Ik weet niet hoe vaak je TNT kan schieten. Volgens mij raakt het een keer wel op. Volgens mij staan. Oh nee. Nee, ik heb geen idee wanneer het opraakt. Nou, ga ik nog een wave doen. Elke wave wordt het. Komen er meer zombies. Je hoeft niet op force wave te drukken. Het kan ook automatisch gaan. Alleen, ik heb bij de besturing gekeken. Het wordt aangedreven door een kip die op een pressure plate gaat staan. Dus als die kip net niet op de pressure plate gaat staan, dan doet hij het niet. Oké, ik ga even die puntjes oppakken. Wow, ik hoor een muziekje. Er komen weer nieuwe aan. Wat ik trouwens. Ik ga niet cheaten in deze map. Dat vind ik een beetje flauw. Het is niet bedoeld om in te cheaten, dus. Ik vind eigenlijk als je cheat in een map waar je niet hoort te cheaten, dan verpest je de hele map. Daarom dus. Is dit indrukken? Even snel geschieten. Bam. 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 Oh. Ah, nee! Wanneer ze er doorheen gaan, dan ontploft op een duur dit hele ding. En dat vind ik echt slecht. Ik weet niet hoeveel erin kunnen. Staan er ook ergens levend of zo?
Hier staat 16 en 1. Huh? Wat raar. Ik heb geen idee wat hier. Misschien is dat wel hoeveel lading er nog in zit. Dus even kijken als ik hier op druk. Misschien wordt de lading dan minder. Ja. Hey. Weer wat nieuws ontdekt. Dat is blijkbaar hoeveel munitie je nog hebt. Dat is op zich wel cool. Nee, er komen nog meer aan. Dat komt dus door die kip. Die spontane waves. En ja, er komt soms ook armor van die zombies af. Dat pak ik zelf altijd wel, omdat ik dat vind dat dat een beetje bij het spel wordt. Maar ik vind dat je niet moet gaan cheaten. Echt, het is cool. Ik hou van deze map. Ik ga dus heel veel zombies maken. Ik vind het alleen jammer dat het best wel lang duurt voordat het TNT echt ontploft. Nee! Nee! Ah, ik heb verloren. Nee. Ah, ik wil... Nee! Ja, en zoals je ziet... Oh, ik heb game mode aanstaan. Maar, je valt en, ja... Je hebt verloren. Nou, ik hoop dat jullie dit filmpje leuk hebben gevonden. Ja, ik denk tot gauw.